Hallo, dames en heren. Nou, ga allemaal maar eens lekker voor zitten. Want, oh jongen. Nou wordt lachen geblazen. Oh man. Ja, dat is zo maf is de iedere keer weer. Toen net stond ik daar nog te wachten dan, voordat ik op moest. Oh jongen, toen dacht ik nog bij mijn eigen van... ik dacht van, als dat ik dadelijk op moet, dan zal ik wel keihard zenuwachtig zijn. Maar dat is zo maf is dat. Als je er eenmaal staat, dan valt alles van je af. Nou, de stem... Nou, de stemming zit al lekker in, mensen. Dus ik ga maar gelijk verder met de eerste conferentie. Jonge, jonge mensen. Het is toch allemaal waar met die politiek vandaag de dag. Oh, als je dat toch soms in de krant leest, nou zeg, dan denk je toch ook wel bij je eigen van... Nou. Maar niet alleen in de... Niet alleen in de... Sorry. Sorry, ik moet even wat zeggen voordat ik verder ga. Ja, ik merk gewoon dat ik met mijn gedachten niet helemaal bij ben. Maar dat komt gewoon, er is vandaag iets gebeurd en daar moet ik de hele tijd aan denken. Ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen, het is... Mijn hond is dood. Ik heb hem uit het raam gegooid. Ja, en dat viel nog niet mee, want ik heb van die dubbele glazen thuis. Dus, ik heb echt zeker 5 keer moeten gooien. Maar ik heb er nou zo'n spijt van, jongen, echt waar. En het tocht nou als de ziekte op mijn kamer. Maar ja, weet je wat wel is? Op zulke momenten, dan moet ik altijd denken aan mijn vader. Mijn vader die zei altijd tegen mij, dan zei hij van, oh manneke, ook al gaat alles mis. En is er niemand meer die van je houdt. En denk je van dat je helemaal alleen bent op deze grote wereld. Nou jongen, dan moet je maar gewoon denken van de andere kant. Of ja, dan zei hij iets en dat was echt... Dan ga ik nou maar verder met een aantal imitaties. Mijn eerste imitatie, dat is de hond. Mijn tweede imitatie is de zeehond.
Mijn derde imitatie is de pauw. Mijn vierde imitatie is de tandartsboor. Mijn vijfde imitatie is een oude, gepensioneerde, blinde zeeman met een houten been die het niet meer weet. Mijn zesde imitatie is een espresso-apparaat. Mijn zevende imitatie is een hele luie straatmuzikant. Ja, help. Mijn achtste imitatie is de broer van Henk de Vries. Hallo, ik ben de broer van Henk de Vries. Mijn negende imitatie is een kalkie-kalkie, frak-frak. Een kalkie-kalkie, frak-frak. En mijn tiende en laatste imitatie is een pauw die het niet meer weet. Dank u wel.